Hartelijk welkom hier in de bibliotheek. Hartelijk welkom Mirjam Pol, hartelijk welkom Adria van Dis. Wat er allemaal kan voorkomen uit een kleine verspreking, Adria. Ja, nee. De schrijfster Stella Braam, die, want ik noem los van het feit dat ik mensen ken met dat soort namen, die heeft ook Uitweg geschreven over hoe je op een behoorlijke manier dood kan gaan. Dat was goed. Daar ben ik ook wel eens mee bezig, dus die haalde ik tot elkaar. Hoe was het om vandaag in Almelo te zijn? Ik ben al eerder in Almelo geweest. En ik vind het heel leuk. Leuke bibliotheek, actieve mensen. En het was een wonderlijke middag. Want het ging misschien niet zozeer over de literatuur, maar wel over een heel groot maatschappelijk probleem. Armoede. En Boekenweek, liefde. Maar naast de liefde is ook een onderdeel. Dus we hebben heel veel gesproken. Weten we eigenlijk wel wat er om ons heen gebeurt? En hoe lossen we het op? We kunnen het niet oplossen, maar bewustzijn van een beetje meer medemenselijkheid kan nooit kwaad. Ja, want u hebt in uw boek De Wandelaar, hebt u geschreven over de armoede in Parijs. En bent u daar nou zelf ook bij betrokken geweest? Nou ja, meer omdat het zo ontzettend ontkend werd in de wijk waar ik woonde, in het 5e, 6e arrondissement. Maar ik had een werkster die al 27 jaar in de illegaliteit woonde. En die nam mij mee naar haar buitenwijken. Waar mensen woonden in gekraakte groot appartementsgebouw, wat wegens asbest gesloten was. Waar mensen de creativiteit hadden zich toch elektriciteit toe te eigenen. En dan denk je, ja, ik woon wel in een heel veilig wit bubbeltje. En hier zijn mensen die keihard werken om een bestaan op te bouwen. Gelukszoekers. Maar we zijn allemaal gelukszoekers. En veel van die mensen die zijn hier gekomen omdat ze gevlucht zijn voor oorlogen. In mijn geval was het iemand die was gevlucht voor een tsunami in Sri Lanka. En dan gaan ze allemaal naar dat continent dat hen ten voorbeeld is gehouden. Het voortreffelijke Europa dat destijds de halve wereld bezet heeft. Dus we gaan ze naartoe naar het continent dat ze kennen. Juist. En ja, dan komt dat hier samen met het boek van Mirjam Pol heel mooi bij elkaar. Ja. En dan ga je denken van hoe kunnen we het oplossen? Ja, en inderdaad, het valt niet op te lossen. We kunnen het niet oplossen. We kunnen niet als Atlas de hele wereldbol op onze schouders tillen. Het enige wat je kan doen is een beetje humaan zijn. En in de spiegel kijken. Wat doe ik zelf? Probeer 5 keer aardig per dag te doen. Wees je er bewust van als je boodschappen doet, dat je ook boodschappen doet met, naast mensen met een andere portemonnee. En het gaat niet om het goed doen en om iemand wat toe te stoppen. Maar wel dat je moet weten dat we in een wereld leven waar de kloof steeds groter wordt tussen rijk en arm. Tussen geïnformeerd en niet geïnformeerd. En dat dat ook onze behagelijke situatie van de mensen die wel rondkomen van hun geld ondermijnt. Als we het niet eerlijk delen, dan valt de samenleving uit elkaar en dan wordt de ellende alleen maar groter. Het klinkt erg domineesachtig, maar het is zondag, het is palmzondag, dus dan mag het even. Waarom bent u eigenlijk schrijver geworden? Had u niet liever heel iets anders gedaan? Ik wil aan het toneel. Toneelspeler worden. Ja. Maar ik geloof dat ik een hele ouderwetse toneelspeler zou zijn geweest. Een soort Ko van Dijk in het kwadraat. En nu probeer ik het drama maar op papier te zoeken. Want in zekere zin heb ik ook een theater in mijn hoofd. En dat geef ik stemmen, maar met een vulpen op papier.